Concordtijd. Goedemorgen, Lena de Keizer. Goedemorgen. Ja, de komkommer die had het ooit een keertje moeilijk. We hadden zo'n rare bacterie toen, waardoor ineens iedereen die komkommer liet liggen. Maar de komkommer maakt weer haar comeback. Komkommertijd is begonnen. Ja, dat kan je wel stellen. Want het ging inderdaad een tijdje niet zo goed. Maar volgens mij heeft hier iemand, Hedy Willems, goedemorgen. Ik ben bij jou in de kas. Er hangt hier nog geen één komkommer. Ja, hele kleintjes. Maar jij hebt een charme-offensief gestart. Om die komkommer nog eens even onder de aandacht te brengen van... hey, kom op jongens, dat ding is hartstikke goed. Hartstikke lekker, toch? Ja, de komkommer is de allergezondste glasgroente. Dus hij verdient het ook echt om in het zonnetje gezet te worden. En dan ga je gewoon voor hem knokken. Dus we hebben een boek gemaakt, een boek geschreven. Mijn dochter heeft foto's gemaakt. Ik heb de recepten bedacht ook. En we hebben daar een heel mooi boek van gemaakt. Met ook vertellen we erin hoe de teelt van de komkommer in zijn werk gaat. Ja, want nu zitten we in de tussenteelt, heb ik begrepen. En... ik zie werkelijk nog geen komkommer hangen. Ja, hier een paar bloemetjes. Wordt dit een komkommer? Dit wat je hier ziet, hè, want hier zitten aan één plant zitten twee bloemetjes. Een derde die gaat komen. Deze twee komkommers die worden zaterdag en de volgende maandag geoogst. Dus. Dan al, want het ding is 3-4 centimeter lang. En 1 centimeter dik. En dat wordt dan zo'n ding die ik bij de zo'n komkommer die ik bij de groenteboer van het schap afhaal. Ja, helemaal waar. In de zomer is het eigenlijk van bloemetje naar komkommer. Van begin van bloemetje tot aan komkommer 10 dagen. En in de winter doet de komkommerplant daar 3 weken over. Maar ja, nu is het heel veel licht. Dus de plant heeft heel veel goede omstandigheden om zijn komkommers heel snel te produceren. Dus we kunnen zeggen dat het goed gaat met de komkommer. En je hebt dat charme-offensief gestart, je hebt een boek gemaakt. Ik ben heel erg benieuwd, want een komkommer, ja, dat is toch vooral water? Tenminste, dat denken toch de meeste mensen? Ja, de meeste mensen denken inderdaad dat komkommer alleen water is. Maar in dat vocht wat die komkommer inderdaad heeft, wat overigens ook heel goed voor je huid is, al dat vocht, zitten heel veel mineralen en vitamine. En ik noem daar bijvoorbeeld magnesium, ijzer, kalium. En komkommer werkt ook ontstekingsremmend. En dat is gewoon een hele goede eigenschap. En heel gezond voor je lijf. Ja, kijk eens aan. Ik heb bijna wel zin in een komkommertje nu als ik er zo gezond van word. Heb jij tips voor de komende zomer bij de barbecue bijvoorbeeld? Kijk, ik doe hem altijd in een salade, lekker frisje erbij. Maar volgens mij kan er veel meer mee. Ja, je kan een komkommer prima op de barbecue doen. Maak een pakketje van aluminiumfolie. En snij een komkommer in de lengte door midden. Hol hem iets uit. Vul hem met roomkaas. Doe er wat gerookte zalm op, wat dille. Vouw het pakketje weer dicht. En laat hem even 10 minuten lekker op de barbecue. En het wordt wat zoetig, maar ontzettend hartig. En is echt super lekker. Nou, het water loopt mij hier in de mond. Het is dat ik net heb ontbeten. Maar ik weet wel wat ik deze zomer op de barbecue gaan leggen. Dus over een paar dagen gaan we deze komkommers gaan van de plant af. Ja. Dan worden ze gesorteerd. Ja. En hoe komt het nou dat die dingen altijd perfect op lengte zijn, in zo'n doosje passen? Is dat nou echt timing? Doen jullie daar iets unieks mee? Hoe zit dat? Ja, dat doen wij zeker eens mee. Je ziet dat alle planten, komkommerplant is een klimplant en die wil eigenlijk alle kanten heen. Maar je ziet hier dat alle planten recht naar boven gaan. Wij draaien ze in komkommertouw en binden ze bovenaan vast, dat ze ook goed vaststaan. En komkommers hebben dus echt het zwaartegewicht, dus die hangen dus mooi recht. Vandaar die mooie rechte... Vandaar de mooie rechte... Kijk eens aan. Ja. Nou, ik ben inmiddels meer te weten gekomen over de komkommer. Ik hoop jullie luisteraars ook. De tip voor de barbecue, die gaan we wel even op de website zetten. Want dat wordt volgens mij een klassieker vanaf deze zomer. Komkommer op de barbecue. Nou, zeker inderdaad. En er zijn heel wat buurt- en werkbarbecues aanstaande volgens mij. Dus die kunnen ze meenemen. Dankjewel, Lena de Keizer in Ewijk. Ja, en dan is het inderdaad ook mijn levensvraag over de komkommer beantwoord. Hoe ze toch zo recht zijn. Nou, dat weten we dus nu ook.